Als ik schreef, ben ik een gelukkig mens. Dan maak ik iets. Iets wat misschien over 10 jaar nog bestaat. Over 5 jaar, over 100. En dan wel het proces van het maken, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het product, nou ja, wie leest tegenwoordig een gedicht, doet. Het is voor mijzelf belangrijk dat ik iets maak. Waar ik mee bezig ben, dat mij vervult, mijn dag vult en mijn leven vult. Ik ben geen, zo gezegd, romantische dichter. Maar de mystiek van het landschap, de wind en dan het sterfelijke landschap, dus overal zijn ze dood in. In zoverre ben ik dus geen romantische dichter, maar een man die zich met de natuur vereenzelvigt. Moeilijk woord inspiratie, maar toch zoiets is het. En dat maakt dat ik daar een soort zin aan kan geven aan die, wat ik zie, aan een bewegende tak of een pad, van een pad. Een pad dat meer weet dan ik weet. Waarom doe ik dat? Hè? Waarom maak ik gedichten? Dat is een soort innerlijke drang, waar aan niet te ontkomen valt. Als ze het niet zo doen, zou ik geloof ik, dan werd ze ziek. Ik moet dat doen om ergens van verlost te worden. Van een idee, van een gedachte. Dat die weer aangereikt wordt door alles, valt door de natuur. En die, ja, dat schreef ik dus op, dat maak een afgerond beeld van me. Dat maak ik dus 10 keer dat beeld, 10, 20 keer. En dan zeggen, ja, dit is wel iets. Dat kan ik wel laten zien zo. Dus het is een kwestie van schrappen. Dat geheimzinnige verband tussen de woorden en tussen de regels. Dat is een ingeving allemaal. Maar ik ben tevreden met een poelheide, met een plas, met een willig. Dat is voldoende voor mij als dichter en als mens. Bloem. Ik heb vanmorgen vroeg een bloem ontmoet, een haastige ontmoeting in de tuin. Ze keek mij aan met allebei haar ogen. Ik heb haar toegeknikt en lang geaarzeld. En langzaam groeide ik tot bloem van binnen. Een blauwe hemel sloop over mijn zinnen. Mijn handen werden kelken van gebaren. Mijn mond werd rond. Mijn lichaam lang en tenger. Ik boog me neer in het verbaasde gras en voelde aan mijn haar de ochtendwind. Dat is een zeer oud gedicht, maar ik heb al binnenkort komt weer een dubbel van, bundel van mij uit. Dan gaan we de 10e of de voorlaan. De poëzie. In het leven van een mens. Maar ja, voor poëzie, ieder mens kent poëzie. Hè. Ieder mens al is het dan op dat er het. Ik heb de harenlok van een meisje op stoot. Poëzie. Of een mooie straatlantaarns, een nieuwe straatlantaarns hebben ze. Maar poëzie, hè. Poëzie is overal. Ja, ik denk het bestaat uit woorden, anders niks. Niet ideeën. En dus. Men kan wel liefdesgedichten schrijven, maar dat moet wel zodanig zijn dat het nooit eerder zo geschreven is. Anders vind ik het geen zin. En dan kunt u zeggen, ja, dat staat al ergens. Boeken hebben een verslaving. Een vreselijke verslaving. Men kan niet zeggen, ik heb 100 boeken. Nee, als je een paar 1000 boeken hebt, dan heb je niks. En trouwens, als je niet zomaar boeken, dat is een verzameling, dat is poëzie, wat hij allemaal deed. Dat is allemaal buitenlandse poëzie. En ik heb Nederlands gedichten boven zo'n enzovoort, enzovoort. Nee, dat is een misvatting. Boeken. Gang naar de slechte. Er zijn 10.000 boeken, maar dat interesseert me totaal niet. Er zijn misschien 10 boeken bij waarvan ik zeg, hé, dat wil ik hebben. Dat is iets wat in mijn straatje ligt. Nee, de verzameling. Hè. Dat is het. Moet me zo kennen. Trouwens, dit krijgt de Industrie in Maastricht. Hebben ze me gevraagd. Komt die boek in de kelder te staan? Dus hoeveel van die. Maar dat willen ze hebben omdat straks kunnen zeggen, kijk, die man die las dat en dat, en daardoor is hij beïnvloed.